Hoe zorgen we ervoor dat een schoon en veilig Nederland voor toekomstige generaties niet onder water komt te staan? Want watervriendelijke en klimaatbestendige keuzes zijn nodig om de problemen en de kosten niet naar de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen door te schuiven. En het vraagt van een nieuwe Tweede Kamer en een nieuw kabinet verstandige, goede besluiten. Nederland wordt nog steeds geconfronteerd met de coronacrisis. En we worden geconfronteerd met onze eigen kwetsbaarheid. Maar tegelijkertijd is er een andere crisis bezig, een sluipende watercrisis. En die is niet op te lossen met een vaccin. Door het steeds extremere weer, en meer woningbouw en andere claims op de ruimte lopen we tegen de grenzen van het watersysteem aan. En wat moeten we doen voor een veilig, schoon en leefbaar Nederland voor de toekomstige generaties? De waterschappen investeren zelf 1,7 miljard euro per jaar in veilige dijken, schoon en voldoende water. En op die manier dragen wij ook bij aan het schoner en beter uit deze crisis komen. De leefomgeving staat onder druk. Zowel de bestaande bouw, zeker ook de benodigde nieuwbouw. Bijna 1 miljoen woningen. En dat betekent dat we nu ook watervriendelijke en klimaatbestendige keuzes moeten maken om de problemen niet naar de toekomst te verschuiven. En daarnaast blijven investeren in het voorkomen van die klimaatverandering. Want anders blijft het dweilen met de kraan open. En dus roepen wij de waterschappen, de nieuwe Tweede Kamer en het nieuwe kabinet op om watervriendelijke en klimaatbestendige keuzes te maken. Om daarmee de problemen niet door te schuiven naar de volgende generaties.